Militairen bij de huiszoeking op een kamp in Breda, eerder deze maand. Ze willen niet herkenbaar in beeld. Het is pas de tweede keer dat dit team voor een huiszoeking in Nederland wordt ingezet. Eerder leidde het tot een miljoenenvondst in Venlo. Want hun specialiteit is in verborgen ruimtes vinden wat anderen niet vinden. Het zoeken in kruipruimte, muur, plafond, etc. Daarvoor zijn wij erbij gehaald. Dit team hielp mee bij een groot onderzoek naar drugshandel en witwassen in Brabant. Zo hielpen ze bij het opsporen van 6,5 miljoen euro cash. Het grootste deel lag op een zolder in Breda. En als ze zoiets vinden, geeft dat een kick. Dat is een mooi gevoel. Wij zijn niet zozeer altijd om alles te vinden, wij zijn ook om dingen uit te sluiten. Als wij geweest zijn, dan kan je een band verlaten en zeggen van nou, de kans is zeer groot dat hier niks meer ligt. Als de politie klaar is met zoeken met honden, komt pas het zoekteam van het leger. Zij kijken met speciale apparatuur in kruipruimte, in de muur, in de tuin, overal. Ja, diverse apparatuur, een auto vol, nog heel gebouw vol, maar verder schulden we daar niet te veel in detail in treden. Dat is geheim. Ja, geheim voor deze. Slechts een paar apparaten willen ze laten zien. Dit is een videoendoscoop. Als je gaatje boort, dat zou in de spouwmuur kunnen zijn, maar boven het plafond of in deze zijkant van de auto, holle ruimte. Dan kan je met de boormachine een gat maken en dan even een nader kijkje nemen aan de binnenkant van die ruimte. Dat is onze standaard metaaldetector. Dat hebben we in Afghanistan ook veel gebruikt voor het zoeken naar de bermbom, bekende bermbom. Ook naar wapenopslagplaatsen, et cetera. Maar bij een huis wordt altijd een tuin, die kan getegeld zijn. Maar als daar grote metalen objecten onder liggen, dan kan je die dan met een metaaldetector vinden. Het specialistenteam van het leger wil in de toekomst vaker meedoen met zoekacties.